Zoveelste incident met steekwapens in korte tijd. De daders lijken steeds jonger te worden. In Maastricht zijn vanmorgen 5 mensen gewond geraakt bij een steekincident. Een steekpartij vanavond in het centrum van Den Haag. De 3 slachtoffers zijn minderjarig. In Hoofddorp zijn 4 jongeren gewond geraakt bij een steekincident. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor het steekincident in Breda. In Drachten is vanavond iemand gewond geraakt bij een steekpartij. De 2 daders van rond de 16... En die zouden op de vlucht zijn geslagen. In Breda is een man opgepakt die gisteravond 3 tieners zou hebben neergestoken in dit park. Ja. Mick, hoe kijk jij hiernaar? Zie je een trend? Nou, zeer zeker ja. Ik werd vorig jaar kom ik terug van vakantie en ik opende mijn mailbox en ik zag veel mails van bezorgde ouders die mensen kenden die op andere ouders die betrokken waren bij zijn steekpartijen. En ze zorgen daarover uit, ook over gewelddadige video's. En toen heb ik cijfers opgevraagd bij de politie. Bleek dat er toch wel de afgelopen jaren langzaam een stijging is qua incidenten met messen. Dus ernstige steekincidenten, terwijl juist de algemene criminaliteit wat daalt. En toen ben ik daarna op gaan letten. En je ziet de laatste tijd dus een groot aantal incidenten. En in ieder geval in de grote steden, Rotterdam en Amsterdam, zie je echt een significante stijging. Mm-hmm. Frank Pauw, de burgemeester politiechef van Amsterdam, heeft zijn zorg daarover geuit. Vooral echt jonge daders, 12, 13 jaar. Ja, kinderen. Kinderen lopen met kapmessen. Echt, nou ja, je ziet hier van dit soort wapens. Ja. De meest verschuwelijke. Ik zag bijvoorbeeld een wapen van een jongen die heeft iemand anders neergestoken in Almere. Dat was een boksbeugel, een soort een ijzeren handvat met de aangewone pin waarmee die iemand steekt. En dus ja, er lijkt een trend. Alleen ben ik altijd voorzichtig. Hè. Je hebt het gevoel van dat er iets speelt en je hebt harde cijfers. Ja. En vooralsnog is er geen landelijk beeld van die cijfers, helaas. En waarom is dat? Ja, de registratie schijnt moeilijk te zijn. Hè. De politie registreert niet per steekincident, maar het wordt zo dat of huiselijk geweld. Huiselijk geweld op drugs gerelateerd. Dat is eigenlijk jammer, want dan kun je ook niet op tijd zien of er echt sprake is van een zorgwekkende trend. Ja. Het is wel zo dus dat in ieder geval Rotterdam, Amsterdam en ook Breda en even kijken, Den Haag, dat je daar wel die cijfers ziet. Daar hebben ze zelf analyses gemaakt. Voorbeeld, Rotterdam-Zuid, in de eerste 10 maanden van vorig jaar 69 steekpartijen, waarvan 58 maal verdachten jonger dan 18 jaar. Zo. Hoe komt dat? Nou ja, dat is moeilijk aan te geven. Ook dat zou geanalyseerd moeten worden. Wat je in ieder geval ziet is dat het fenomeen is van de drill-video's. Dat zijn een soort gewelddadige filmpjes waar jongeren elkaar ophitsen. Gangs, een soort gangs. Zullen we even kijken en naar echt zo'n video? Worden verheerlijkt. Ja. Dus laten we even kijken, dan weten we waar het over gaat. Geen feest van de stars van fun. Kom zoek mij en de wijk ben kwijt. Die kerk belt mij, maar ik heb geen tijd. Je bitch slopt mij als je vraagt waar jij. Bring niet een tories, want je wordt geboord. Ik heb die zachte hasjes voor je long. Nu ben ik in Zuid, hartje de pijn, want dan voel ik me thuis. Eén camper op die klok, je hoort gepop. Nee, je hoort echt geen geluid. Was net in West, nu ben ik in Zuid. Hartje de pijn, want dan voel ik me thuis. Eén camper op die klok, je hoort gepop. Nee, je hoort echt geen geluid. En Mick, wat zien we hier precies? Ja, dit is zo'n drill video waarbij jongens met bivakmutsen op messen lopen te zwaaien. En, een drill betekent volgens mij zoiets als schieten of zoiets. En er zijn allerlei woorden. Shanking, dat is dan weer het gebruik van een mes. En tjoeken of joeken, ook weer een soort een naam voor het gebruik van messen. Maar je ziet die met bivakmutsen en de jongens doen dat na en maken zelf filmpjes. Ja, het zijn Nederlandse reformaties, hè? Het zijn Nederlandse reformaties. Ja. En het meest erg wat ik heb gezien was zelfs een jongen die bij een plaats delict staat waar iemand is neergestoken en daar zichzelf filmt. Het is gewoon een soort verheerlijking, een soort messencultus aan het worden. Ja. En ze dreigen niet alleen, ze doen het ook. Een 18-jarige jongen in Amsterdam die is neergestoken vorig jaar. Ook een slachtoffer van dit soort geweldvideo's. En denk jij dat het aanzet tot dat de andere jongeren aanzet, andere kinderen, tieners aanzet tot dit soort geweld? Als je kijkt naar de wijken waar het vooral plaatsvindt, hè, en de leeftijd. Ik bedoel, het zijn 12, 13-jarige jongens, 14 jaar, 15, die zijn zo beïnvloedbaar. Die zijn op zoek naar status, groepsvorming. Wel, maar je moet een behoorlijke drempel over als je echt een mes in iemand steekt, lijkt Maar op het moment dat je elkaar zo opzweept. In Rotterdam is ook onderzoek gedaan naar de achtergrond van sommige verdachten. Dan zie je toch dat ze wel eerder in aanraking zijn geweest met geweld. Wat ik überhaupt niet snap is hoe kan het dat jongens met dit soort wapens rondlopen? Je zou het verwachten als ouders dat je daar toch ook op let. En ze bestellen die dingen op internet, scholen. Daar ligt echt wel een taak. Want
ja, het grote probleem is, hoe los je dit op? Ja. Ik wil dat ook even aan de burgemeester vragen, meneer De Bla. In Breda en omgeving hebben zich ook veel steekincidenten voorgedaan. Nou, maakt u zich zorgen? Ja, je maakt je natuurlijk zorgen. Als je gaat kijken naar onze hele politieeenheid, en dat is ongeveer van Middelburg tot Tilburg, dat is over het gebied, Zeeland, West-Brabant, hebben we in de eerste 10 maanden van 2019 70 steekincidenten gehad, 72 slachtoffers daarbij. En de leeftijd? Leeftijd, als je gaat kijken naar de daders, is ongeveer 1 op de 6 onder de 18. En als je gaat kijken naar slachtoffers, is dat iets lager. Wat je wel ook merkt als je die cijfers goed gaat analyseren, en dat is wel iets wat je echt ook wel moet doen om er een goed beeld van te krijgen, dan zie je eigenlijk dat er verschillende soorten steekincidenten zijn. Het zijn allemaal steekincidenten. Ja. Geef eens een paar voorbeelden. Bijvoorbeeld wat je ziet is, enerzijds heb je bij ons in de eenheid de steekincidenten gehad die in de relationele sfeer zaten. Mm-hmm. En dat kan soms zijn vader en kind of geliefdes waar het uitgaat, et cetera. Ja. Dat leidt tot huiselijk geweld. En dat gebeurt soms ook echt gewoon achter de voordeur, waarbij mensen gewoon in de keuken staan, et cetera. En daar een mes pakken, wat gewoon normaal wordt gebruikt om te koken, zullen we zeggen. Ik bedoel even, dat is één deel van de problematiek. Het tweede deel wat je ziet in onze eenheid is natuurlijk de personen met verward gedrag. Ja. Eigenlijk gewoon mensen waarvan je zegt, je moet meer zorg bieden, je moet meer aandacht voor ze bieden. Je worden voor een gedeelte aan een lot overgelaten. Zijn dat zit ook zulke drugs? Jonge... Nee, dat zitten wij, want je praat op een gegeven moment van die 72 slachtoffers. Ja. Zit 5/6 is boven de 18. Ja. Dus eigenlijk wat dat betreft, het is wel zo. Want als je dat merkt als het gaat over kinderen, en er is ook in Breda een dodelijk slachtoffer gevallen. Een meisje wat begon aan haar volgende jaar voor de middelbare school, op die dag werd ze doodgestoken. Ja, dan voor zijn moeder en vader, voor zijn omgeving, de hele wereld valt natuurlijk weg. Want je bereidt je voor en je bent verheugd op een nieuw schooljaar met alles wat er. En dat gebeurt dan. Ja. Maar er zijn dus andere soorten incidenten. De relationele is de ene kant. Tweede, personen met verward gedrag. En een derde is het eigenlijk in wat we noemen het dan in de openbare ruimte. Mm-hmm. We noemen het ook heel vaak uitgaansgeweld. Ja. Dat het gewoon kan gebeuren. Er ontstaat een ruzie. En dan blijken mensen messen bij te hebben. Ja. En in plaats van dat ze elkaar aanspreken, desnoods elkaar even, ik zeg maar even onderbiedig, een tik geven. Of dan wordt het mes, zoals vroeger. Vroeger wordt er nu een mes gepakt. En daarvoor geldt, zorg ervoor ook dat je daar beter zicht op krijgt. En voorkom dat mensen, zeker als alcohol in het spel is, want dat is dan vaak ook nog een keer het geval. Alcohol in het spel leidt ook tot, en soms ook nog wel cocaïne, want dan is men redelijk doorgeschoven. U heeft kinderen. Hebben die er al mee te maken gehad? Of heeft u wel eens de angst dat u kinderen ermee te maken krijgt? Even. Natuurlijk, ik ben ook vader. En dan krijg je in een situatie, en het speelde het incident met dat meisje wat doodgestoken is, dat speelde op de school van mijn zoon. Zo. Ja, en dan schrik je natuurlijk wel heel erg in de zin van, wat gebeurt er? En dan ga je ook afvragen, wat weten we eigenlijk? We letten heel vaak natuurlijk op signalen. Zeker als het gaat over jeugd, wil je weten wat er speelt. En ik heb wel eens het idee dat we vooral eigenlijk maar de helft of misschien nog maar een kwart weten van wat er speelt in de wereld van een kind. Omdat de andere driekwart of de andere helft vindt eigenlijk online plaats. Ja. Waar wij eigenlijk misschien nog niet op bewust zijn en op voorbereid zijn. Dat we eigenlijk daar veel beter moeten zoeken, veel beter moeten analyseren. Ik zeg ook altijd, politie hebben we nodig, we hebben onderwijs nodig, allemaal signalen. Maar die moeten voor een groot gedeelte in die virtuele wereld kijken. En we moeten eigenlijk bevoegdheden voor bijvoorbeeld de politie krijgen om te rechercheren op datgene wat er gebeurt op dat internet. Want daar worden vaak misschien eerder signalen kunnen worden opgevangen dan dat gebeurt. Daarnaast vind ik ook nog steeds dat wij ervoor moeten zorgen dat je het duidelijk maakt dat in een gezellige, gastvrije stad als Breda je hartstikke welkom bent. Het is hartstikke leuk om daar te zijn. Maar als je met een mes binnenkomt in de uitgaan, dan hoor je in die binnenstad niet thuis. Nee. En dan moet je kunnen worden geconfronteerd door preventief fouilleren. En dan moet je er ook uitgepakt kunnen worden. Ja. En weten dat je dan voorlopig niet thuis wordt in die binnenstad. Wat is het belangrijkste wat jou betreft wat er moet gebeuren? Nog één ding, hè, want ik heb toen Depla gesproken over die stijging van mesincidenten in Breda. En toen heeft hij ook gezegd, ik wil alle middelen inzetten. Want ik kan ouders niet recht in de ogen gaan kijken als ik niet alles heb gedaan om dat te voorkomen. Nee. En dus ook preventief fouilleren. Ik zeg niet dat je daarmee het voorkomt. In uitgaansgeleden. Ja, precies. En niet alleen daar, maar ook in gewoon gebieden waar het veel gebeurt.
is er één. En inderdaad, de social media checken. Bijvoorbeeld bij de drill-video's. Kijken welke groeperingen laten ze zien. Wie hebben ruzie met elkaar. Er ligt echt een taak voor wijkagenten. En ook voor ouders en scholen. Ook voor ouders en scholen. Ja. En in preventie ook laten zien op school. Jongens, het is niet normaal. En word je gepakt, dan kan je het je toekomst kosten qua strafblad. Daar zou de nadruk op moeten liggen. Precies. Wat er daarna, het is niet normaal, want nee. Wat er daarna gebeurt... als jongen, klopt. Dan is ook jouw leven... Ook als je... De slachtoffers is natuurlijk het ergste, want die zijn hun kind kwijt of die hebben iets ervaren. En het gaat ook in het uitgaan, waar je op een gegeven moment ook bedenkt, daar had ik zomaar kunnen lopen, of had mijn zoon zomaar kunnen lopen, of mijn dochter zomaar kunnen lopen. Dat heeft een enorme impact. Maar ook voor de dader, en de ouders van die daders. En dat betekent ook welke verantwoordelijkheid kun je nemen. Want ik vind het heel erg belangrijk dat we in deze aanpak duidelijk maken dat we dit niet accepteren. Ook alle middelen inzetten om dit te voorkomen. Ja. Bijvoorbeeld preventief fouilleren, cameratoezicht met scholen over. Maar zorg ervoor ook dat de andere maatschappelijke partners, ouders, scholen, sportverenigingen, iedereen betrokken. Want het lukt niet alleen als je kijkt naar politie en gemeente. Je hebt die andere maatschappelijke partijen nodig en je hebt een lange adem nodig. Oké, dank voor uw verhaal en sterkte in deze strijd. Documentairemaker Sinan.